Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Terug van weg geweest, tijdje weg geweest, we hadden het alle twee erg druk. En alle twee bedoel ik natuurlijk mee, een van de beste rankingmakers van Nederland. Hij zit weer tegenover me, dames en heren, Erik Middelkoop. Goedenavond Mike, dag allemaal. Nou, we zijn weer terug met een nieuwe podcast. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de podcast met Remo van Barneveld. En wij gaan vandaag vooruitblikken op het laatste WK van onder andere Remo van Barneveld. En ik denk dat we laten beginnen linksboven in het kwart, Michael van Gerwen. Wie gaat die krijgen, Erik? Jelle Klaas of Kevin Burnes? Ja, allereerst inderdaad, hè, nog maar een paar dagen, dan gaat eindelijk het WK beginnen. We hebben een pauze van 3 weken gehad zonder darten. Nou, in het hele jaar, op de hele dartskalender, is er geen periode met zo lang zonder darts. Dus je wordt als liefhebber wel op de proef gesteld. Maar inderdaad, het mag eindelijk gaan beginnen. En Van Gerwen op de openingsavond tegen de winnaar van Jelle Klaassen tegen Kevin Burnes. Ja, leuk potje, denk ik. We hebben Jelle natuurlijk gezien op de Player Championship Finals. Ik vond dat Jelle erg zenuwachtig ogen daar. Hij gooide natuurlijk wel 170 uit. Maar daar bleef het ook bij. Hij ging er af tegen Max Hopp. Max Hopp speelde ook niet fantastisch. Maar het leek wel elke keer als er druk op kwam bij Jelle, dat het gewoon niet wou. Ja, daar lijkt het een beetje op. En waar dat vandaan komt, durf ik natuurlijk niet helemaal te zeggen. Ik vind wel dat we van Klaassen moeten zeggen dat hij langzaam maar zeker na zijn polsblessure die hij had natuurlijk tijdens de Premier League van 2 jaar terug alweer. Dat hij wel weer in de weg naar boven heeft ingeslagen. En ja, misschien juist wel daarom dat hij nu denkt van ja, het begint weer een beetje te lopen op de vloer. Af en toe resultaten en gemiddeldes laten zien waarvan je echt ziet dat hij er weer een beetje aan het aankomen is. Ja, dat daardoor juist nu de druk ook weer een beetje terugkomt op bepaalde momenten. Maar ik weet het niet. Maar hij treft op zich wel een hele rare tegenstander in die Kevin Burnes. Waar we Klaassen natuurlijk een moeilijk jaar hebben gehad. Hebben we van Burnes eigenlijk helemaal niks vernomen. Maar net als vorig jaar op het WK staat hij er gewoon. En wat hij in de qualifier liet zien was gewoon echt hartstikke goed. Hij heeft steengoed staan gooien die hele dag. Hoge gemiddeldes, alles tegen de 100. Heel solide. Finishes allemaal lekker snel uit. Ja, ik denk dat Klaassen er nog echt een hele pittige kluiver gaat krijgen. Jelle Klaassen heeft dit jaar 1 keer tegen Kevin Burnes gespeeld. En toen versloeg hij hem ook meteen met 6-0. Dat was op de vloer. Ja, precies. Nou, dan zeg je het leuk. Daar verslaat hij hem dus 6-0. Ja, dan denkt misschien iedereen die Burnes is een koekenbakker, want die hebben toch al niet veel gezien. Maar goed, op het WK vorig jaar versloeg hij Paul Nicholson met 3-0. De ronde daarna moest hij tegen Gary Anderson. En ook daar deed hij het eigenlijk verschrikkelijk goed tegen. Nou, hij verloor overigens wel natuurlijk. Maar goed spelen deed hij wel. En aangezien, ja, misschien is het wel zo'n typisch zo'n figuur die het hele jaar niet ziet, maar op het WK ineens allerlei bijzondere dingen ziet doen. Ja, dit jaar stond hij op de WK qualifier, stond hij er dus ook. Ja, hij heeft de laatste 5 player championships verloren. Als Jelle zijn kopje erbij houdt, denk ik dat we hem later op de avond gaan zien tegen Michael van Gerwen. Ja, nou ja, daar ga ik vooralsnog wel ook gewoon vanuit natuurlijk. Dat Klaassen met zijn status, met zijn naam en natuurlijk ook met zijn WK-ervaring, hè, laten we dat ook zeker niet vergeten. Burnes wel de baas moet kunnen zijn. Ja, en op zich vind ik het dan altijd heel jammer dat je dan gelijk alweer 2 Nederlanders tegen elkaar in de tweede ronde ziet. En ja, goed en wel beschouwd gaat Klaassen niet het WK gebruiken om het jaar goed te maken. Want ik denk dat Van Gerwen daar gewoon makkelijk overheen gaat walsen. Ik denk dat Van Gerwen er kipkap van gaat maken. Ik denk dat het een 3-1 wordt voor Michael van Gerwen. Dan kan door met de volgende Nederlander. We blijven even bij Michael van Gerwen. Die kan in de derde ronde namelijk Ricky Evans, Mark McGeaney of Matt Campbell krijgen. Het is toch netjes dat Mark McGeaney op het WK staat. Ja, zeker. En netjes. Want ja, je moet altijd maar zien, hè, hoe iemand dat doet als hij van de BDO overstapt. Aan de andere kant, hij is natuurlijk daar tijdenlang met Durant gestreden om de nummer 1 positie daar. Durant doet het natuurlijk wat dat betreft wel nog een heel stuk beter afgelopen jaar. McGeaney is een beetje in de schaduw gebleven. Daar hebben we niet heel erg veel van gehoord. Op de Pro Tour geen finales. Volgens mij zelfs ook geen halve finales. Maar toch voldoende op die Pro Tour gedaan. En als je daar voldoende doet om je te plaatsen voor het WK, dan ben je gewoon sowieso al een hele goede darter. Ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe hij het op zijn eerste PDC-WK gaat doen. Treft hij met Campbell ook wel een geduchte Canadees, maar ik denk toch dat hij een rondje verder moet komen. En dan heeft hij op zich wel het geluk, die McGeaney, dat hij dan van alle geplaatste spelers
qua ranking gezien wel de minste geplaatste speler treft. Want hij treft nummer 32, Ricky Evans. Ja, kan ook een interessant duel komen. Voor hetzelfde geld weet McGinney in zijn eerste WK twee rondjes verder te komen. Dan doet hij het leuk. Ik denk dat het misschien een beetje voor Ricky Evans erop of eronder is. Want die heeft nog nooit zoveel laten zien op een WK. Nee, we moeten ook natuurlijk wel zeggen dat Ricky Evans eigenlijk nog nooit zo goed is geweest als hij de afgelopen, nou wat zal het zijn, 15, 16 maanden geweest is. Moet ik wel zeggen dat het de laatste paar maanden eigenlijk vanaf de zomer het ook alweer een stukje minder is geweest. Maar zeker die tussenliggende periode hebben we een Ricky Evans gezien die we nog niet eerder gezien hadden. Hij was natuurlijk bekend van zijn enorm snelle speelstijl en 180ers binnen de 3,5 seconden. Maar dit jaar heeft hij dat eigenlijk ook gekoppeld aan ontzettend goed spel. Alleen, ja, nogmaals, de laatste paar maanden is het net wat minder. En ja, als je dan McGinney in je eerste wedstrijd krijgt, kan best lastig worden. Goed, we gaan ervoor. Mark McGinney. Ja, ik laten we een paar verrassingen erin doen. Niet alleen maar de geplaatste spelers doen. Dus dan zeg ik hier McGinney in plaats van Evans in de derde ronde uit dit stukje van de loting. We blijven bij dit stukje van de loting. We gaan het hebben over Jan Dekker, de verrassing uit Leeuwarden. Die gaat spelen tegen Ryan Joyce. Ja, Jan Dekker. Nog zo'n Nederlander met niet het meest goede jaar achter de rug. Er moet natuurlijk wel bij gezegd worden dat, zoals van de week in het nieuws bekend werd, dat daar vervelende privéomstandigheden aan ten grondslag hebben gelegen. Dus misschien wellicht grotendeels wel verklaarbaar. Maar neemt niet weg dat Dekker met de hakken over de sloot voor dit WK geplaatst is. Ik bedoel, als tourkaarthouder je via een internationale qualifier plaatsen. Ja, er zijn op zich al niet heel veel tourkaarthouders die überhaupt zo'n backup route achter de hand hebben. Ja, Jan Dekker. Ja, ik denk dat het een verrassing kan worden. Dan moet hij wel zijn beste spel bovenhalen. Want Ryan Joyce is natuurlijk geen pannenkoek. Nee, dat is zeker geen pannenkoek. Die zit nu in het tweede jaar op zijn tour. Vorig jaar is een komeet binnengekomen. Ontzettend goede vloertoernooi-resultaten gehaald. Was zelfs beginperiode van vorig jaar, een aantal maanden bezig in het seizoen al, de meest constant presterende speler op de vloertoernooien. Nou, nu is het tweede jaar wel een klein stapje terug moeten doen. Maar ja, als ik moet zeggen wie de favoriet tussen die twee is, dan wijs ik toch Ryan Joyce aan. Die dan, als dat zo gaat, in de tweede ronde Johnny Clayton treft. En dat kan ook wel weer interessant worden, denk ik. Ja, de favorite Johnny Clayton. Of hij nou een heel goed seizoen heeft gedaan, weet ik niet. Ik vond hem vooral heel wisselvallig. Op de World Series Finals speelde hij goed tegen Michael van Gerwen. Maar ja, daar heb je niks aan, want het is toch geen ringtoernooi. Ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten van de Ferret? Nou ja, jij zegt het heel goed. Hij heeft een ontzettend wisselvallig jaar gehad. En met name op de tv-toernooien het niet bijzonder goed gedaan. Hij wint in april wel nog een Pro Tour. Maar goed, april, dat is al best wel weer een tijd geleden. Maar daarna eigenlijk niet ontzettend veel meer van gezien. Ja. Het zal er voor mij een beetje om hangen wie de vorm van de dag gaat hebben. Dekker, Joyce, Clayton. Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk zeggen dat Clayton daar wel de favoriet is. Maar als een van die drie gewoon een goede dag heeft en de ander net niet, kunnen ze volgens mij alle drie dit stukje van de loting wel doorkomen. Ik hou het toch op Clayton. Wat denk jij, Mike? Ja, ik denk chauvinistisch dat we zijn. Jan Dekker gaat wel naar de tweede ronde toe. Dat zal met heel veel moeite gaan. Ik voorspel zelfs een Sean Deadlag. En dan denk ik dat Johnny Clayton met 3-0 te sterk is. Oké, nou dan gaan we één stukje zakken in de loting. Dan zien we een stukje waar Steven Bunting de geplaatste speler is. En hij kan de winnaar treffen van Aaron Monk en de Spanjaard José Justicia. Ken je die een beetje eigenlijk? Nou, Justicia, dat vind ik helemaal niks. Want daar heeft een van de mooiste mensen in het darten, Adrian Lewis, al eens een keer bijna een klap uitgedeeld tegen hem. Wat ik trouwens een prachtige actie vond. Ja, maar hij gaat elkaar naar de keel. Ja. Wat ik wel mooi vind, is dat we Emmer Monk gaan zien. En die hebben we dit jaar ook al een paar keer op de Eurotour gezien. Ja, zeker. Dat is ook wel iemand die toch een beetje stappen aan het zetten is. Is natuurlijk als groot talent de dartwereld een paar jaar geleden binnengekomen. Daarna best wel stilgevallen. Ja, nu toch een klein beetje een stabiele middenmotor van de tourkaarthouders aan het worden. En heeft zich ook voor dit WK geplaatst. Ja, en treft met die Spanjaard natuurlijk iemand, zeg het maar. De Spanjaard heeft trouwens ook een tourkaart, dus ook niet zomaar iemand.
Maar heeft niet heel veel laten zien. Gaat dit jaar ook zijn tourkaart kwijtraken. Tenzij hij op het WK hele gekke dingen gaat doen. Maar goed, gunstige loting denk ik voor Monk. Ze hebben dit jaar al een keer eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was een Player Championship 26. Dat werd een walkover. We hebben verder volgens mij geen idee wat er die wedstrijd is gebeurd. Maar dat is een walkover geworden. Nee, ik kan me die wedstrijd niet herinneren. Waarschijnlijk is hij ook niet op stream geweest. Maar goed, ja, ik denk wie van de twee Bunting overtreft. Ik denk dat Steven Bunting een prima jaar heeft gehad. Weer een beetje positiever uit zijn ogen kijkt. En een goed WK kan gaan spelen. En zijn eerste ronde, de tweede ronde dus, tegen deze mannen wel moet kunnen overleven. Nou, ik hoop dat Monk Justitia sloopt met 3-0. En dan denk ik dat het tegen Bunting een hele spannende wedstrijd gaat worden. Maar ik denk toch dat Steven Bunting het langs de eind zal trekken. Gaan we eentje naar onder. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar twee vaste WK-klanten. Ricky Edhouse en Boris Koltsov. Ja, leuk, want het zijn beide mannen zonder tourkaart. Wel ontzettend goed gedaan op de Challenge Tour allebei. Weet wel, de tour dus, voor mensen die geen tourkaart hebben. Edhouse lang bovenaan gestaan. Maar eigenlijk door de combinatie van het plaatsen voor Eurotour toernooien. Wat dan in hetzelfde weekend viel als een Challenge Tour weekend. En daardoor niet alles heeft kunnen spelen. Is hij een klein beetje weggezakt. Koltsov heeft op de laatste dag kunnen strijden voor een tourkaart. Dus voor de eerste twee plekken op die Challenge Tour. Doordat ze beide ook het hele jaar zo hoog hebben gestaan op die Challenge Tour ranking. Hebben ze ook heel veel Players Championship mogen gooien. Volgens mij hebben ze zelfs beide allemaal mogen gooien. En dat zijn ook de twee spelers zonder tourkaart die het dan op de echte tour het best gedaan hebben. Het is wel interessant dat die twee elkaar gaan treffen. En kijken wie de beste gaat zijn. Ik durf hier geen winnaar voor aan te wijzen. Maar ik denk wel dat James Wade al twee deze mannen moet gaan kunnen kloppen. Ja, moet kunnen kloppen, zeker. Ik bedoel, Wade is niet voor niks James Wade. Aan de andere kant, Wade en het WK is natuurlijk nooit een gelukkig huwelijk geweest. Ik zou het eigenlijk Richie Edhouse best wel gunnen. Het is iemand die best wel een beetje pech heeft gehad met, zoals ik net al zei, met hoe de dartkalender in elkaar zit. Ja, heeft misschien daardoor wel zijn tourkaart misgelopen. Want al had hij de hele Challenge Tour gespeeld, misschien had hij nog steeds wel bovenaan gestaan. Ja, ik zou het hem alleen al om die reden wel gunnen om door te komen. Ja, en misschien wel voor een stuntje te gooien te zorgen tegen Wade. Al verwacht ik het, als ik eerlijk ben, niet. Wade gaat het in de derde ronde eventueel opnemen tegen of Steve Beaton of Kyle Anderson? Of sla ik nu iemand over? Nou, dan sla jij de Chinees Zong natuurlijk over. En dat doe jij bewust, dat begrijp ik. Hele jonge Chinees, ik geloof dat hij 20 of 21 jaar is. 21 denk ik inmiddels. Speelt ook niet zijn eerste WK, we hebben hem al eerder gezien. En die schijnt ook wel stappen gemaakt te hebben. Ook op het jeugd-WK hebben we hem gezien. En daar gooide hij toch een paar keer best wel hoge gemiddeld. Ook boven de 100. En dat hadden we eigenlijk nog nooit eerder van een Chinese speler gezien. Ja, toch leuk dat daar nu misschien uiteindelijk toch wel een talentje door aan het breken is. Mocht ook wel een keer met dat aantal inwoners daar. Kyle Anderson zit niet in zijn beste jaar. Is een beetje aan het zakken ook op de ranking. Top 32 buitengevallen. Is daarom ook geen geplaatste speler. Nou, ga eens kijken hoe die twee tegen elkaar gaan doen. En dan inderdaad, Beaton, de Nestor van het WK. Ik geloof dat het zijn 19e deelname alweer is. De meeste van alle huidige deelnemers op een PDC WK. Ja. En hij is natuurlijk ex-wereldkampioen, hè, Steve Beaton. Ja, kan jij het je herinneren, Mike? Ik denk dat ik toen nog niet leefde. 1996, het is een tijdje terug. Ja, toen was ik er nog niet eens, dus die was al wereldkampioen voordat ik er was. Ja, kun je nagaan. Dan kun je zeggen, dat is lang geleden. Maar aan de andere kant, hij staat er wel al die jaren achter elkaar. Met de matchplay hebben we natuurlijk ook altijd erover. Want die heeft hij ook nog nooit gemist in al die tussenliggende jaren. Ja, dat is toch eigenlijk fenomenaal, hè? Je bent er altijd bij. Je gooit alle vloertoernooien. Je klaagt nooit, je lacht altijd. Ja, die man heeft gewoon plezier in het darten en straalt het uit. Nou, ik vind dat prachtig als je dat afzet tegen bijvoorbeeld Raymond van Barneveld. Al kun je het misschien niet helemaal vergelijken, want die heeft internationaal iets meer gegooid misschien. Aan de andere kant is er ook wel een verschil in aard van het beestje, denk ik. Ik denk dat Steve Beaton dit jaar een heel goed seizoen heeft gehad. Eurotour qualifiers, dat was echt zijn ding dit jaar. Ik denk dat dit de komende twee jaar nog wel een vaste top 32 speler zal blijven. En ik denk ook dat hij in de derde ronde zal gaan gooien tegen James Wade. Dan gaan we naar de ene laatste wedstrijd in de eerste ronde, in het eerste kwart.
Dat is Darius Den Haagsloper Labanauskas Ja, die kennen we nog. Tegen Edgar TV. Ja, voor al onze luisteraars die Edgar TV nog niet kennen, zoek het even op YouTube en abonneer er even over. Ontzettend leuk om te zien hoe een professionele darter, want jawel, Edgar is gewoon een van de 128 tourkaarthouders die alles mag gooien wat je kan gooien. Maar die doet daarnaast ook nog hele leuke dingen, heeft een soort vlog. En de ene keer een klein beetje serieus, maar meestal toch met een grappige inslag. Zeker de moeite waard om even te kijken. En inderdaad, Labanauskas, die kennen we nog van vorig jaar. Uitschakeling Raymond van Barneveld. Maar goed, ik moet eigenlijk wel zeggen, hij wordt daar eigenlijk altijd mee geassocieerd door het Nederlands publiek. Maar die man die kan veel meer dan alleen maar één keer Raymond van Barneveld uitschakelen. Hij is gewoon echt een steengoeie darter. Ook nieuw op de Tour. Eerste jaar op met zijn tourkaart is dit geweest. Heeft het gewoon ontzettend goed gedaan. Gaat die top 64 van de wereld zeker binnenkomen. En gaat gewoon een blijvertje zijn, denk ik, voor de komende jaren. Ik denk dat het een blijvertje is. Want hij heeft zich niet voor niets geplaatst via de Pro Tour Order of Merit. Nee, precies. Zeker niet. Hij heeft gewoon een heel goed, heel goed jaar gehad. Zowel op de Eurotour als op de Players Championships. Ja, hij heeft gewoon voldoende ponden bij elkaar geharkt om zich via die manier te plaatsen. De winnaar van die partij gaat spelen tegen de Diamond, Ian White. We hebben Ian White natuurlijk gezien op de Players Championship Finals. Daar haalt hij weliswaar zijn allereerste halve major finale. Maar ja. Ik vind toch dat je dat eigenlijk bijna geen major finale kon noemen. Nee, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant, ja, weet je, het is toch een barrière voor hem geweest. Misschien nog steeds, dat kan ik dan niet helemaal inschatten. Maar je hebt dan die barrière toch in ieder geval gedeeltelijk gesloopt. En je maakt in ieder geval voor een gedeelte van de media dan ook het iets minder groot. En ik denk dat je daar mentaal, psychologisch toch wel een klein beetje je voordeel mee kan doen. Ja, misschien duurt het bij Ian White allemaal gewoon net even een flink stuk langer als bij de gemiddelde darter. Hij heeft natuurlijk ook heel lang erover gedaan om op de Eurotour potten te breken. Ja, uiteindelijk is die ban een keer gebroken en heeft hij er al meerdere gewonnen. Nou, nu is die ban van die halve finale op tv ook een keer gebroken. Ja, misschien zit er nog wel meer in het vat. Ik bedoel, darten kan die. Nou, we gaan afwachten. Dan gaan we naar het Duits-Nederlandse gedeelte. We gaan geen Marco van Basten grappen maken. Maar ja, ik denk toch wel, het is hem enorm gegund. De verrassing van de toolkaarthouders qualifier. Benito van der Pas tegen Gabriel Clemens. Ja, fantastisch. Ik heb echt zitten juichen dat van der Pas die qualifier door mocht komen. Ja, ik vind dat hij het gewoon verdient. Hij moet er echt zo ontzettend hard van werken. En hoe moeilijk is het als jij top 16 speler van de wereld bent? En je ziet jezelf afglijden. Nou, hij heeft moeten vrezen voor zijn tourkaart. Nu met plaatsing voor het WK gaat hij waarschijnlijk nog wel weer een jaartje eraan vastknopen. Maar, ja, en zijn gemiddeldes, ja, ze waren echt gewoon afschuwelijk om te zien. Soms nog geen 80 gemiddeld, terwijl je weet wat hij kan. Ja, hoe moeilijk moet het dan zijn om week in, week uit naar Engeland af te reizen, met 0 ponden weer naar huis te gaan en zie jezelf maar weer te herpakken. Ja, hij lijkt er weer een beetje bovenop te komen. Dat hebben we de vorige podcast al een keer eerder aangehaald. Ja, en hij weet nu gewoon dat te bekronen door het WK te halen. Ja, ik heb het hem echt ontzettend gegund. Hij treft in Clemens wel gewoon een verschrikkelijk vervelende loting. Ik bedoel, ik denk dat hij daar gewoon hard tegenaf gaat. Maar je weet het nooit. En je weet het natuurlijk niet. Want ik denk dat Benito wel eens kan verrassen op het WK. Maar ik denk dat het vooral afhankelijk is van is het bord hard of zacht. Ja, dat ook. Hij is natuurlijk wel heel erg bezig geweest met zijn speelstijl. En het schijnt iets verbeterd te zijn. Maar goed, ik moet het eerst nog maar eens zien. Ik denk hoe dan ook dat Clemens... dit is ook wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt natuurlijk dit jaar. Hè. Op de vloer, maar ook op tv. Is gewoon echt een hele volwassen darter aan het worden. En op zich ook wel weer leuk, hè. Want als hij van der Pas weet te winnen... Dan krijgen we Hop tegen Clemens in de tweede ronde. En Hop is natuurlijk al jarenlang het boegbeeld van het Duitse darten. Sinds de 16e werd hij daar al tot gebombardeerd. En inmiddels is die jongen nog steeds maar 21. En hij heeft nog steeds die sticker op zijn voorhoofd zitten. Maar nou is er ook eens een keer een andere Duitse darter. Ja, die echt niet minder is. Ik ben heel benieuwd wie van die twee de sterkste gaat zijn. Ik denk dat we Benito tegen Max Hop gaan zien. Althans, dat hoop ik. En ik durf het haast niet te zeggen. Maar ik denk toch dat Max Hop in de derde ronde gaat staan. Maar we moeten natuurlijk Gabriel Clemens ook niet onderschatten.
Nee, zeker niet. Nee, ik ga echt voor die Duitse tweede ronde. Clemens tegen Hop. En op een hoop dartfora en op Twitter met name lijkt men er al uit te zijn. Dat Clemens het stokje heeft overgenomen en by far de betere speler is dan Hop. Nou, zo ver wil ik niet gaan. Ik bedoel, Hop heeft niet voor niks gewoon een Eurotour gewonnen, Players Championship gewonnen. Heeft meerdere keren laten zien dat hij echt ontzettend goed kan gooien. Voor hem kan het ook bevrijdend werken, hè, dat die Duitse druk nu een beetje verdeeld wordt over meerdere schouders. Misschien brengt het weer het beste in hem naar boven. Ik denk dat het een ontzettend interessant duel gaat worden. Ik ga er zeker voor zitten. Nou, dat is dan het eind van blok 1. Nou komen we natuurlijk tussen de derde en de vierde ronde terug met nog een podcast. Nou lijkt het ons leuk om voor ons alle twee een naam te hebben. Wie gaat er in de halve finale staan? We kunnen maar één keer wijzigen in de podcast van de vierde ronde. Ik zeg, laten we schek doen. Michael van Gerwen tegen Steve Beaton. Oké, okay, leuk. Ja, van Gerwen die vul ik ook in. Daar verwacht ik heel veel van dit WK. En uit het onderste stukje van dit kwart ga ik voor Gabriel Clemens. Nederland-Duitsland kwartfinale. Nou, dat brengt ons in het tweede blok van de loting. Waar Gary Anderson bijvoorbeeld in zit. En dan hebben we linksbovenin Brandon Dolan tegen Nitin Kumar. Ja, Nitin Kumar. Tweede keer op rij is hij er weer bij het WK. Vorig jaar hebben we hem gezien tegen de Zwaan. Daar kennen we hem misschien allemaal nog van. Ja, leuk dat hij op het WK staat. Aan de andere kant vind ik ook wel... het is een Indiase qualifier. Hij heeft het kwalificatietoernooi in India gewonnen. Het niveau is daar nog niet heel erg hoog. Kennelijk is hij de beste uit die contraien. En ja, dan heb je deze plek ook wel verdiend. Ik denk dat hij weinig kans maakt tegen Dolan. Een beetje in het voordeel van Dolan dan ook wel. Want die komt zo denk ik makkelijk het toernooi in. Kan de eerste ronde eventjes lekker opstarten tegen die Indiase speler Kumar. Ja, en mag dan inderdaad tegen Gary Anderson gaan uitkomen. Ja, als ik één top 16 speler moet aanwijzen, Mike, die ik niet doorverwacht naar de derde ronde, dan is het Gary Anderson. Waarom? Ja, waarom? Ik denk dat alle luisteraars dat zelf ook wel kunnen invullen. Hij heeft natuurlijk niet heel veel laten zien dit jaar. Tuurlijk, het is en blijft Gary Anderson. En als die rug een beetje goed is, dan kan hij verschrikkelijk goed gooien. En kan ik hier zomaar voor joker staan als hij straks toch de halve finale weet te halen. Maar ja, wat we de laatste tijd van hem gezien hebben, was natuurlijk niet echt hoopgevend. Hè? Grand Slam, kwartfinale, is eigenlijk het laatste wat we van hem gezien hebben. Maar als we het hele jaar een beetje verder terugkijken, dan heeft hij de World Cup natuurlijk gewonnen met Peter Wright. Heeft hij de kwartfinale van de US Dart Masters gehaald. 1 keer een halve finale op een vloertoernooi. Maar that's it. Ik zal het helemaal niet raar vinden als Gary Anderson stopt met darten naar dit WK. Dat zal ik niet raar gaan vinden. Ik denk dat Gary Anderson er klaar mee is. Hij heeft lang genoeg meegelopen. Ik denk dat hij de eer aan zichzelf gaat houden. Ik denk zomaar dat het na het WK wel eens klaar kan zijn. Ja, ik denk dat die kans groot is. Maar dat zou toch wat zijn, hè? Als we gewoon Van Barneveld en Gary Anderson gewoon in 1 jaar kwijt zijn. Hoe gaat de PDC dan tickets verkopen, zou je haast denken. Maar goed, dat is niet aan ons. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd in blok 2. Dat is Ryan Maradoni Searle tegen Robbie King. Ja, Searle, King. King de Australiër. Ken ik niet heel veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Searle was natuurlijk de langharige speler uit Engeland. Die we wel regelmatig gezien hebben. Winnaar mag het op gaan nemen tegen Steve West. Nou, ook een beetje een onberekenbare factor. Hebben we natuurlijk in het verleden hele goede dingen van gezien. Een keertje Van Gerwen verslagen op tv. Een keertje Taylor verslagen op tv. Maar dit jaar toch eigenlijk weinig van gezien. Ja, wie denk jij van die drie, Mike? Ja, ik denk toch Ryan Searle, aangezien ik Steve West zelf helemaal niks vind. Die gooit het hele jaar nog steeds geen pepernoot. Ik weet toch niet meer welk toernooi het was. Heb ik hem gezien tegen Jeffrey de Zwaan. Waar Jeffrey hem gewoon een enorm groot pak slaag geeft. En Steve West eigenlijk iedereen de schuld wil geven. Terwijl hij zelf gewoon niet goed gooide. Ja, en wat weten we van Robbie King? Nou, ik heb het even nagezocht voor deze podcast. Robbie King heeft de Melbourne Masters gespeeld afgelopen jaar. Daar gooide hij tegen Rob Cross. En zijn gemiddelde was 77,13. Ik denk als hij daar al onder de indruk was van het podium, dan hou ik eigenlijk een klein beetje mijn hart vast van wat hij van Eli Pelli gaat vinden. Ja, dat kan dan leuk worden. Aan de andere kant, we hebben het ook net over Kumar gehad en nu dan King. Er zitten ook altijd wel een paar internationale qualifiers tussen die qua niveau echt wel een stukje minder zijn dan de Europese, of in ieder geval de tourkaarthouders.
Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat als we overal alle internationale qualifiers achter elkaar zetten, denk ik echt wel dat dit het WK gaat zijn met het hoogste niveau ooit. Maar daar hoort Robbie King in mijn ogen dan niet helemaal bij. Dat weet ik zeker, want bijvoorbeeld gaan we een rondje verder. De Amerikanen Danny Baggage, die gaat spelen tegen Andy Bolton. Ja, daar noem je er eentje, Danny Baggage. Dat is nou juist wel een internationale qualifier waar ik een hoop van verwacht. Amerikaan die we kennen van de US Darts Masters en Noord-Amerikaans kampioen. Buiten dat heeft hij het gewoon op de CDC Tour. Dat is zeg maar de tour voor Noord-Amerika, voor Amerikaanse en voor Canadese spelers. Heeft hij het eigenlijk het hele jaar goed gedaan. Goed in de zin van resultaten, maar ook gewoon echt enorme gemiddeldes neergezet. 110 paar keer voorbij zien komen ook. Ja, en dan tref je Andy Bolton. Met alle respect voor Andy Bolton. Ook een hele stabiele speler. Maar goed, toch niet een van de grootste namen van ons continent. Ja, leuk om te zien. Ik ben benieuwd of hij een rondje verder kan komen, Danny Baggage. Ronde verder gaat hij spelen tegen Nathan Espinol. Nathan Espinol kan eventueel in de derde ronde gaan spelen tegen Krzysztof Ratajski. Want die treft of Zoran Legbacher of Jamie Hughes. Nou weten we natuurlijk van Jamie Hughes, dat is niet de beste in lange wedstrijden. Misschien niet. Aan de andere kant, als je een Eurotour kan winnen, hè, met in de finale dag 3 wedstrijden. Wie ben ik dan om te zeggen dat hij lange wedstrijden niet aan kan? Hij kan er niet verschroeiend goed gooien. En hoge gemiddeldes zijn Jamie Hughes niet vreemd. En als eenmaal die 180 loopt, dan weet hij ze wel te vinden. Ja, het is natuurlijk wel echt een super zwaar stuk van de loting. Baggage, Espinol, Ratajski, Hughes. Ga er maar aan staan. Er is maar eentje van de vier die de vierde ronde kan gaan halen. Wie denk jij van... Ja, zeg het maar, Mike. Ik denk toch dat we Nathan Espinol tegen Krzysztof Ratajski gaan zien in de derde ronde. Ja, uiteindelijk denk ik dat ook. Espinol en Ratajski hebben natuurlijk de nodige tv-ervaring opgedaan. Tenminste, ja, Ratajski de nodige tv-ervaring. Espinol die wint gewoon 2 televisietoernooien. Dus die is misschien zelfs al nog een stadium verder. Ja, Espinol, daar zit je eigenlijk continu van op te wachten. Totdat het een keer een stukje minder gaat. Dat hij een beetje uit die flow komt. Waar hij eigenlijk sinds vorig jaar het WK met zijn halve finale al in zit. Maar ja, hij gaat er maar niet uit. Hij blijft er maar in. Hij blijft goed gooien. En ja, ook een echt interessante naam voor dit WK. Hij kreeg natuurlijk wel klop van Raymond van Barneveld. Die uitstekend gooide met 101 gemiddeld op de Player Championship Finals. Maar we gaan zien wat Espinol brengt op het WK. Ja, dan komen we in het onderste deel van kwart 2. Ja, en dat is eigenlijk de legend himself. Paul Lim, die gaat spelen tegen Luke Woodhouse. Ja, hoe is het mogelijk, hè, dat hij er ook gewoon nog steeds bij is. Dan noemen we Van Barneveld oud, maar deze man is gewoon nog een stukje ouder. Is er weer bij en heeft zich via de Azië-tour geplaatst. Nou, dat is al een prestatie op zich, want daar zitten een aantal hele goede spelers tussen. Ja, tegen Luke Woodhouse heeft hij natuurlijk misschien best wel een kansje. Wat denk jij? Ja, ik denk zeker dat die kans uit Paul Lim komt meestal wel de eerste ronde door. Maar ik denk daarna tegen Michael Smith dat hij de keihard afgaat, hoor, als Michael Smith zijn dag hebt. Ja, maar gaat Michael Smith zijn dag hebben? Met wat voor idee gaat hij aan de WK van start, denk jij? Ik denk met een goed idee. Hij heeft dit jaar op de grootste major die er is buiten het WK enorm goed gespeeld. Dat was de matchplay. Je ziet toch bij Michael Smith dat hij af en toe gewoon eigenlijk wel geen zin erin heeft. Maar als zijn kop goed staat en hij heeft nu even rust gehad en hij gaat samen met een positieve EY deze kant op, denk ik dat we Michael Smith heel ver kunnen gaan zien komen. Ja, ik denk dat je ook wel gelijk hebt, hoor. Michael Smith heeft inderdaad een paar keer dit jaar ook al aangegeven. Dat hij soms zich een beetje verveelt, een beetje de sleur erin raakt. Eurotoernooien heeft hij op afgegeven dat hij daar met tegenzin heen gaat. Ja, dat zie je dan in zijn spel ook gelijk terug. Een beetje mopperend, hoofdschuddend. Juist wat we lange tijd niet van hem gezien hebben. Maar goed, voor dit WK zal hij zich zeker toch gemotiveerd hebben. Als je hier niet goed van start gaat of niet geprepareerd aan de start verschijnt, dan zit er iets structureel mis. Nou, dat zal niet het geval zijn. En ik denk inderdaad dat hij met Paul Lim of Luke Woodhouse een prima tweede ronde tegenstander treft. En lekker op die manier het toernooi in kan groeien. De tegenstander van Michael Smith in de derde ronde kan potentieel Dimitri van den Berg zijn. Of Josh Payne en Diego Portela. En we weten van Portela, die kan in de derde ronde mogelijk Dimitri van den Berg treffen. En Dimitri van den Berg kan dan weer in de tweede ronde een van zijn beste vrienden treffen. Diego Portela. Zijn dat vrienden, Mike? Dat zijn erg goede vrienden. Ik zie ze vaak voorbij komen op Instagram. Zijn volgens mij ook samen op vakantie geweest.
En er wordt vader Portela. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gezien. Portela natuurlijk, de Braziliaan. Leuk dat hij er weer bij is. Tenminste, ik vind het leuk. Ik heb persoonlijk ontzettend veel sympathie voor Portela. Degene die zijn verhaal niet kennen, moeten het maar eens googlen. Die is naar Engeland gegaan, echt puur voor het darten. En om te kijken of hij het hier tot professional kan schoppen. Hij heeft zelfs meegedaan aan een tv-programma waarin hij samen met James Wade, een aantal jaren geleden, toen nog als een nobody, samen aan meedeed. Heeft daar een geldbedrag gewonnen, wat hij dan weer kon investeren in zijn dartcarrière verder. Nou, leuk om te zien hoe dat zich verder allemaal ontwikkeld heeft. Is nu keihard bezig om het darten in Zuid-Amerika wat groter te maken. Het klinkt misschien een beetje raar, maar die qualifier in Zuid-Amerika, ja, die organiseert Portela eigenlijk min of meer zelf. Ik heb hem vorig jaar geïnterviewd en hij vertelde daar dat hij op de wedstrijddag ook gewoon nog zelf de borden daar in elkaar moest zetten. Spelers had uitgenodigd van het hele continent om daar die qualifier te gooien. Van A tot Z had hij eigenlijk die qualifier in zijn handen. Ja, dan kun je zeggen, is dat dan allemaal helemaal eerlijk? En als je dan zelf als winnaar ook nog een stukje uitkomt, heeft hij op die manier niet zijn eigen WK-plekje gekocht. Ja, ik vind dat je niet zo naar moet kijken. Als jij de beste bent van een heel continent, dan hoor je op een WK thuis. En ik gun het hem ook nog eens, want je kan één ding hem niet verwijten. Hij heeft er al genoeg voor gedaan in zijn leven om hem dit niet te gunnen. Ja, tegen Josh Payne in de eerste ronde. Ik denk dat het een beetje 50-50 wedstrijd is. Al is Payne natuurlijk iemand die op de Tour al wel wat langer meedraait. En Portela lukt het maar niet om in Europa echt voet aan vaste grond te zetten in de top. Maar op het WK vorig jaar liet hij toch ook best wel goed spel zien. Ja, podiumvrees heeft hij volgens mij niet echt. Toch best wel een interessant duel. Ik denk dat het zeker een interessant duel wordt. En ik denk zeker dat ze echt wel kans hebben tegen Dimitri van den Berg. Die echt een... Ja, ik vind toch wel een heel slecht jaar heeft. Ja, niet zijn beste jaar. Daar heb je helemaal gelijk in. Natuurlijk vorig jaar op het WK wel eigenlijk ontzettend goed gespeeld. En misschien wel iets te veel van zichzelf laten zien. Maar door die dat ook mee heeft genomen de rest van dit jaar in. En dat misschien een beetje tegen hem gewerkt heeft. We kennen natuurlijk Van den Berg altijd al als de podiumspeler die het op de vloer wat minder goed doet. Dit jaar was het eigenlijk een beetje andersom. Op tv niet veel van gezien, maar op de vloer heeft hij toch best wel goede resultaten gehaald. Eigenlijk zijn beste jaar op de vloer ooit gehad. Dus ja, heeft hij dan een goed jaar gehad of niet? Beetje moeilijk in te schatten. Zo'n WK is altijd weer zo'n momentje dat je in het jaar kan maken of breken. Ik denk dat het van Van den Berg precies dat het geval gaat zijn. Hij kan zijn jaar hier nog steeds maken of breken. Ja, we gaan zien hoe dat gaat. Payne tegen Portela, de winnaar daarvan, die kan hij misschien nog wel hebben. Maar dan Michael Smit. Interessant. Ja, zeker interessant. Ik denk toch dat Michael Smith hier alles weer naar uit gaat komen. Dan gaan we naar het laatste deel van deze tweede kwart. Christo Reyes tegen Laurens Druktemaker Ilegan. Ja, Van der Voort zal blij zijn dat hij in het andere kant van het schema zit. Reyes, de Spanjaard, die we natuurlijk kennen van een paar WK's geleden. Dat hij, toen kenden we hem eigenlijk niet. Toen brak hij ineens door en dachten we allemaal van, joh, wat is die man verschrikkelijk goed. Daarna eigenlijk niet zoveel meer van gezien. Er is ook een andere Spanjaard die de laatste WK's meer in beeld was, Alcinas. Maar Reyes er toch weer bij. Treft Ilegan. Ja, ik ben best wel benieuwd hoe de Aziatische spelers het gaan doen. We hebben het net al over Paul Lim gehad, maar ik bedoel eigenlijk de andere vier namen. Malikdan, Asada, deze Ilegan. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Die zijn weer een jaartje verder in hun Aziatische Tour. Laten daar echt hele goede dingen zien. Dat niveau dat groeit daar. En met Reyes tref je dan toch een tegenstander. Wat ik best wel interessant vind. Om te kijken wie van die twee dan het sterkste gaat zijn. Ja, blijkbaar weer nieuwe de winnaar van daarvan speelt tegen. Erwin Comeback Lewis dit jaar. Ja, Comeback Lewis. Hij is uit zijn diepste dalletje gekomen. Aan de andere kant vraag ik me af of die comeback nog verder gaat dan dit. Of is dit misschien het plafond van de nieuwe Lewis? Ik vind het een beetje lijken op het laatste. Aan de andere kant moet je wel zeggen van Lewis dat hij natuurlijk wel op bepaalde momenten die fighting spirit weer een klein beetje heeft laten zien. Was het tijdens de Players Championship Finals of was het tijdens de Grand Slam? Ja, tegen beide toernooien wel. En dat is wel iets wat we natuurlijk een tijdje van Lewis niet gezien hebben. Dus ja, wie weet kan die top 10 toch weer in gaan duiken. Ik vraag het me af.
Hij speelt mogelijk tegen Darren Webster in de tweede ronde, maar in de derde ronde, excuus. Maar hij kan ook Ryan Milik of Yuki Yamada treffen. Ik denk dat dit een vrij makkelijke overwinning wordt voor Ryan Milik. Ik denk dat Yuki Yamada, ondanks dat hij heel talentvol is, dat dit het jaar te vroeg is. Ik denk dat hij iets meer ervaring nodig heeft. En dan zien we hem volgend jaar wel terug. Maar dat Darren Webster nog steeds in de top 20 van de wereld staat, is na zo'n jaar bijna wel een wonder. Ja, dat zeg je goed. Maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken, of zegt eigenlijk iets meer over het jaar wat hij voor dit jaar heeft gehad. Dat was gewoon verschrikkelijk goed. Daar heeft hij ook ontzettend veel prijzengeld mee binnengesleept. Toen stond hij ook in de top 16. Ja, daarmee kan je dan een minder jaar als dit opvangen. Is nog steeds nummer 20 van de wereld. Maar als het WK hier niet heel goed gaat zijn, dan gaat hij volgend jaar echt wel nog verder zakken. Waarschijnlijk zelfs de top 32 uitzakken. Ik moet ook wel zeggen dat Lewis het dus wel een beetje gunstig heeft getroffen in dit hoekje van de loting. Reyes, Ilegan, Mikkel, Yamada, Webster. Ja, dat zijn toch namen waarvan je zegt, ook een Adrian Lewis in de huidige situatie. Ja, die moet daar wel doorheen kunnen komen. Het zal altijd een mooie wedstrijd worden, hè? Michael Smith, Adrian Lewis in de vierde ronde. Ja, ik denk inderdaad als je dat op een rijtje zet, dat ik wel verwacht dat die twee namen daar inderdaad gaan staan. Want we hebben inderdaad het tweede kwart nu afgesloten. Ik begrijp dat jij voor Smith en Lewis gaat als 1/3 ronde partij. Dan ben ik wel benieuwd, wie ga je dan in de andere derde ronde zien? Espinol? Ik denk Espinol tegen Ryan Searle. Oké. Ik ga twee namen noemen, zoals we bij de vorige kwart deden. Ik denk dat Michael Smith zijn gedeelte door gaat komen en dan in de vierde ronde Nathan Espinol gaat treffen. Of Ratajski, echt heel moeilijk te zeggen. Eén van de twee gaat het in mijn ogen wel zijn. En weet je wat, ik ga toch voor Ratajski. Die gaat dit WK echt doorbreken op tv. Ratajski tegen Smith in de vierde ronde. Vierde ronde, Nathan Espinol tegen Michael Smith. Dan gaan we naar het Hollandse kwart, noem ik het maar even. Ja. Waar we beginnen op de eerste avond met Kim Huibrechts tegen de Urker Geert Neentjes, vriend van de show. Ja, het Hollandse kwart, dat zeg je goed. Man, ze hebben weer lekker geloten bij de PDC. Alles zit bij elkaar. Ja, ik hou daar nooit zo van, want als er dan een paar het goed doen, dan tref je ook gelijk elkaar. Aan de andere kant heb ik ook al eerder gezegd, als je dit WK gaat kijken, dan denk ik dat je met Durant en met Price en met Wright en met Cross de vier grootste uitdagers van Gerwen noemt. Nou, die zitten allemaal aan de andere kant van de loting. En dan zitten inderdaad Cross en Wright ook nog eens een keer in het stuk waar al die Nederlanders gaan zitten, die we nou zo meteen gaan behandelen in het derde kwart. Ja, best pittig, denk ik dan. Want inderdaad, de winnaar van Kim Huibrechts of Geert Neentjes, die mag inderdaad dan tegen Rob Cross gaan aantreden. Wie geef jij eigenlijk de meeste kans? Kim Huibrechts, die een klein beetje weggevallen is, maar ook weer opkrabbelt. Of de negen darter Geert Neentjes? Kijk, het is natuurlijk heel simpel. Kim heeft gewoon veel meer ervaring op tv. En het wordt pas voor Geert Neentjes zijn tweede echte tv-toernooi, want ik tel de UK Open gewoon niet mee. Nee. Dus ik ben gewoon echt benieuwd of Geert de knop om kan zetten voor dit WK. Want we hebben Geert op de echte tour niet heel veel goede dingen zien doen. En dat is misschien een beetje hard tegen Geert toe, maar wat hij op de development tour laat zien, dat wil ik hem eigenlijk ook wel eens een keer tussen de grote mannen zien doen. Ja, daar is het even wachten op inderdaad. Dat hij die stap ook kan gaan maken. Aan de andere kant, ja, het eerste jaar pas, hè. De jongen is nog verschrikkelijk jong. Gooit wel gewoon 3-9 darters dit jaar. Er zijn heel weinig spelers die dat kunnen zeggen. Vorige keer hebben we het lijstje opgenoemd met name. Nou, hele eer als je daar tussen mag staan. Maar inderdaad, ja, ik denk dat Kim Huibrechts met al zijn ervaring hier wel overheen gaat komen. En dan met Huibrechts Cross. Ja, ook best leuke tweede ronde partij. Ik denk dat Rob Cross niet met de druk om kan gaan. Denk ik op dit WK. Hij verdedigt een 500.000. Ik denk volgens mij bijna de helft van zijn prijzengeld. Of meer dan zijn helft zelfs. Ik denk dat Rob Cross gaat bezwijken onder de druk. Interessante voorspelling. Persoonlijk denk ik dat niet. Ik denk dat Cross een ontzettend goed eerste jaar heeft gehad. Hij heeft zeker de eerste helft van het jaar ontzettend goed staan gooien. Toen won hij alleen niks. Heel veel finale, halve finale plekken, maar niks weten te winnen. Tot de matchplay daar kwam. Nou, dat is wel echt het eerste grote toernooi van het jaar. Die won hij. Nou, weet daarna eigenlijk het goede spel gewoon steeds door te trekken. Wint daarna ook nog het EK.
ja, ik heb eigenlijk geen reden om aan te nemen dat Kroos niet gewoon bij de 4-5 beste spelers van 2019 hoort. En ik verwacht ook gewoon dit WK grote dingen van hem. Ik vul Kroos in. Dan, de derde ronde. Gaan we Danny Noppert zien? Gaat hij Steve Lennon of Callum Reid verslaan? Ja, bij Noppert weet je het nooit. Tenminste, dat is een beetje mijn mening. Is een beetje een slow starter. Moet in een toernooi, in een wedstrijd vaak even zich een beetje thuis voelen. De juiste range vinden. En als het allemaal goed zit, dan is hij moeilijk te kloppen. Maar je ziet ook toch te veel partijen van hem dat hij dat niet weet te vinden. En dan er ook gewoon niet in komt. Ja, met Lennon en Rits krijg je dan toch best interessante jongens. Rits trouwens de winnaar van de Challenge Tour. Heeft volgend jaar een tourkaart, dus gaat dan het hele jaar spelen. Challenge Tour win je ook niet als je niet kan darten. Lennon is een klein beetje tegengevallen dit jaar. Had ik meer van verwacht. Maar het zijn wel twee hele lastige klanten voor als Noppert net niet scherp is. Ik denk als Noppert scherp is, dan pakt hij ze wel. Is hij het niet, gaat hij eraf. Dan, Joe Cullen, de rockstar, gaat spelen tegen of James Wilson of Nico Kurz. Gaat Nico Kurz zijn niveau van de German Darts Masters vol kunnen houden in meer dan drie sets. Ja, dat gaat heel interessant worden. En wel leuk, weet je, toch weer een beetje een nieuwe Duitse naam. Ik vind het wel mooi om weer wat anders te zien dan Hopp en Schindler de afgelopen jaren. Net over Clemens gehad. Nou, Kurz. Ja, ik durf het je niet te zeggen, Mike, of hij dat vol gaat houden. Maar ik geef hem zeker wel kansen. Hij heeft het in de German Super League ook gewoon best goed gedaan. En treft in James Wilson natuurlijk ook niet iemand die zijn beste jaar heeft gehad. Ja, waarom niet? Ik denk ook waarom niet. En ik denk dat Joe Cullen het in zijn tweede ronde partij erg lastig gaat krijgen. Dan gaan we weer naar de Nederlander toe. De Machine Gun, Jermaine Valtimena. Gaat hij een dansende tegenstander krijgen of niet? Ja, denk dat het publiek dat misschien wel zou willen. Maar ja, hij speelt tegen... Je hebt het over Devin Peterson natuurlijk, de Zuid-Afrikaan. Inderdaad bekend van het dansje. Maar Peterson moet tegen Luke Humphries. Ja, dat vind ik echt een hele goede darter. Die heel stabiel is al 2 jaar. Vorig jaar ook een heel goed WK heeft gedraaid. Dit jaar jeugd wereldkampioen is geworden. Ik schat hier wel wat hoger in dan Peterson eigenlijk. Devin Peterson, die dit jaar weer zijn gratis plekje op de Afrikaanse qualifier heeft meegenomen. Wat gaan we daarvan verwachten? Ja, nou ja, we hadden net over Portela met zijn eigen georganiseerde Zuid-Afrikaanse qualifier. Peterson, die organiseert hem dan weliswaar niet helemaal zelf. Maar ja, de tegenstand in Zuid-Afrika is niet ontzettend hoog. Ik geloof dat hij in het hele toernooi 2 of 3 legs heeft afgestaan. Goed, hij is de beste Afrikaan, dat zeker, met afstand. En op de Tour doet hij het op zich ook best goed, al was hij via de Pro Tour niet geplaatst. Dat zegt dan toch ook wel eens wat. Dat mede daarom ook, denk ik, dat Humphries de betere speler is van de twee. Ik denk toch dat we Jermaine Valtimena tegen Devin Peterson zien. Maar gaan we Jermaine Valtimena in de derde ronde zien? Ja, ik hoop het wel, maar ik denk het ook eigenlijk wel. Ik moet zeggen, wat Valtimena heeft zelf een hoop vertrouwen getankt. Maar heeft ook bij mij best wel dingen laten zien waarvan ik denk, ja, je kan toch meer dan ik gedacht heb. Ik kan me nog herinneren dat wij aan het begin van een jaar in een podcast hebben opgenomen, Mike. Waarin ik nog gezegd heb dat ik dacht dat Valtimena een beetje aan zijn plafond zat. Nou, ik denk dat hij dit jaar stappen heeft gemaakt en echt weer verder is gekomen. Het zijn iedere keer kleine stapjes en het is vaak ook 2 kleine stapjes vooruit en weer een klein stapje terug. Maar hij heeft dit jaar gewoon zo ontzettend goed en stabiel gegooid. Het is gewoon echt, hij staat inmiddels geloof ik 17e of 18e van de wereld. 18e natuurlijk, hij is 18e geplaatst. Nou, die plek is hij ook gewoon echt waard in het grote internationale veld. Ja, en als je dat bent en dat waard bent, ja, dan moet je of Humphries of Devin Peterson nou je tegenstander is op een WK. Dan moet je die gewoon kunnen pakken. En ik denk dat hij het gaat doen. Dan heb ik nog een leuk primeurtje over Jermaine Valtimena. Want namelijk op de dag dat Jermaine gaat spelen, komt er een gloednieuwe serie op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Koffie met. We zijn op zoek geweest bij 2 darters en 3 belangrijke mensen in de dartsport. Ze zullen op het WK online komen. En Jermaine Valtimena zal zaterdag de eerste zijn. Leuk, stay tuned. Dan, Peter Wright gaat spelen tegen of Noel Malikdem of Robbie John Rodriguez. En die Robbie John Rodriguez, die kan boven het 100 gemiddeld gooien.
Zeker, maar dat kan zijn tegenstander Malik Dem ook. Dat heeft hij op die Aziatische Tour al meerdere keren bewezen. Ook 9 darts gegooid. Nou, ik noemde net al zijn naam ook al eventjes. Ja, dit is er ook weer eentje waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ja, of die Aziaten nou ook op het WK eens een keer echt serieuze dingen kunnen gaan doen. En dit is er eentje, daar verwacht ik wel wat van. Treft in Rodriguez inderdaad zeker niet de minste tegenstander. Maar ja, toch ook niet de allerbeste. Rodriguez heeft best een sterk jaar gehad. Heeft zich via de Pro Tour geplaatst. Dat is knap. Heeft natuurlijk ook na 2 jaar zijn tourkaart verspeeld. En eigenlijk gelijk weer teruggewonnen. En dat lijkt hem goed te hebben gedaan. Maar ik denk toch dat hij aan Malik Dem een hele pittige tegenstander gaat krijgen. En het zou zomaar eens kunnen dat hij Filipijn gaat winnen. Ik denk toch dat we Roberto Rodriguez gaan zien. En dan denk ik dat Peter Wright hem toch wel klop gaat geven. Want ik denk dat dit wel eens het WK kan worden van Peter Wright. Dan gaan we naar die wedstrijd daarna. Ja, ik denk dat als Saiko Asada geduld heeft, dat hij makkelijk met 3-0 kan winnen. Ja, we komen gelijk bij de volgende Aziat. Aziatische grote naam, de Japaner Asada. Verwacht ik ook best wel wat van. En die treft het eigenlijk iets beter qua loting. Inderdaad, eerste ronde Mickey Menzel, de iets wat tragere Noord-Ier. Winnen van die partij mag tegen Keegan Brown. Ja, die... Ook niet kansloos. Nee, zeker niet. Voor hetzelfde geld staat Asada gewoon in de derde ronde. En ja, naarmate de formats langer worden. Asada die kan echt goed darten. Stel dat hij daar Peter Wright treft, het kan een hele leuke partij gaan worden. Dat denk ik wel. En ik denk dat Asada ook in staat is om dat lange format echt vol te houden. Nou, dat is een speler die dat in het verleden al bewezen heeft. Dus ja, dat kan je met zekerheid zeggen dat hij dat kan. Of hij het gaat doen is een tweede. Maar hij heeft natuurlijk vorig jaar ook al op het WK leuke dingen laten zien. Hij heeft een beetje kunnen wennen aan het podium. Heeft trouwens ook gezegd dat hij Q-School gaat gooien in januari. Dat weten we ook vast. Vind het toch altijd best wel een hele stap als zo iemand dat zegt. Ik bedoel, hij verdient nu gewoon heel goed zijn geld in Azië. Ja, gaat huis en haard verlaten om naar Europa te komen. Tenminste, daar ga ik dan vanuit. En als je het dan hier weet te halen, die tourkaart. Ja, is het maar de vraag in hoeverre je het gaat doen, hoe je het gaat doen op die tour. Dus ik vind het nogal wat, maar wel interessant om te zien. Ik denk, er liggen kansen genoeg in dat stuk van de loting. Dan gaan we iets naar onder toe. En dan komen we eigenlijk in 2 Nederlandse eerste rondes. De allereerste Nederlander in die eerste ronde. Vincent van der Voort, versus Finney, die gaat het opnemen tegen Keane Barry. Nou, ja. Zal ik heel simpel zijn. Ik denk dat Keane Barry de eerste set met 3-0 wint. En dat daarna Vincent de hele wedstrijd over gaat nemen. Ja, dit, ik vind veel mensen echt te makkelijk doen over de loting van Vincent van der Voort. Die Keane Barry is in mijn ogen echt het talent van 2019. Tuurlijk, we hebben een hoop gehoord van Boom Boom Bennett, die bij de BDO een hoop doet. Maar die Keane Barry, die wint ook het ene na het andere. Is pas 17 jaar, heeft ontzettend goed gedaan op de Development Tour. Tuurlijk heeft Vincent veel meer ervaring, ook veel meer WK-ervaring. En het is maar de vraag hoe die Keane Barry dan zometeen het podium opgaat. Of die dan niet bezwijkt tijdens zo'n eerste WK. Die kans is natuurlijk heel groot. Maar er zit ook best wel een kop op. En ik denk eigenlijk dat hij die podiumvrees niet zo gaat hebben. En als dat niet zo is, en hij komt inderdaad zometeen 3-0 voor. Ja, ga er maar aan staan als Vincent van der Voort zijn. Blijf maar cool en laat je maar niet gek maken. Jij moet winnen, hij hoeft helemaal niks. Dan wordt het best lastig. Ik denk dat Vincent het rondje doorkomt. Of het wel of niet met moeite is, dat laat ik even in het midden. Maar dan zal hij eventueel gaan spelen tegen Dave Chisnall. En die heeft hij vorig jaar ook al gepakt. Ja, inderdaad. Ik steek nu al de loftrompet over die Keane Barry. Maar we moeten niet vergeten dat Vincent van der Voort zelf ook gewoon een supergoed jaar heeft gehad. Echt weer op de weg terug is. Ook een beetje de problemen met zijn rug. Met een andere stand qua speelstijl een beetje achter zich heeft kunnen laten. Laten we hopen dat het lang zo blijft. En ook het niveau weer een beetje omhoog ziet gaan. Ziet de toekomst ook weer wat zonniger in. Heeft natuurlijk die afspraak met Van Gerwen. We gaan samen nog even lekker 5 jaar door. Ja, een goede Vincent kan ook een Chisnall pakken. Al moet ik wel zeggen dat Chisnall zelf ook echt wel weer terug in zijn allerbeste vorm is. Dus het wordt wel een zware kluif. Ik denk dat het een knalpot gaat worden. Stel, Vincent gaat door, dan kan hij Jeffrey de Zwaan treffen in de derde ronde. Maar, we hebben het er met Jeffrey zelf ook al over gehad. De Haagse Clash. Kan hij er komen? Ja, ik denk dat hij er wel komt. Raymond van Barneveld op zijn laatste WK. Eerste ronde tegen Dermon Jong.
Dat is niet de minste trouwens hoor. Ook echt wel een veteraan, dat wel. Tot volgens mij al zijn 10e of zijn 11e WK bij de PDC. En doet het nog steeds hartstikke goed op de Amerikaanse Tour, die Darren Young. Natuurlijk, ik ga ervan uit dat Van Barneveld op zijn laatste WK gaat knallen en die eerste ronde wel doorkomt. Ja, en dan denk ik dat de Zwaan en Van Barneveld eigenlijk allebei een loting hebben die ze zelf liever niet hadden gewild. Ja, dat weet ik niet zeker. Daar ga ik verder ook geen uitspraak over doen. Maar we hadden Raymond toch wel liever Darren Webster gegeven. Ja, ja zeker. Ja, en doe maar eens een voorspelling. Van Barneveld of de Zwaan? Ik durf het niet te zeggen. Ik heb zo'n volgevoel dat de Zwaan Van Barneveld helemaal had slopen. Ja, je weet het natuurlijk niet. Nee, ik heb allerlei scenario's in mijn hoofd. En ik durf het ook echt niet te zeggen. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat Peter Wright de matchplay, die finale tegen Taylor, helemaal in tranen stond en geëmotioneerd was over de historie die dat moment met zich meebracht. Nou zie ik bij de Zwaan dat niet gebeuren. Nee, dat weet ik wel zeker van niet. Nee, maar toch zit het ook in zijn hoofd dat dit de laatste WK van Barneveld is. En het feit alleen al dat dat in je hoofd zit, tenminste, ik ga ervan uit dat het zo is. Ik hoop voor hem dat het niet zo is, dat hij het helemaal kan uitsluiten. Maar sluit dat maar uit, ook in die aanloop naar die partijen toe. Er gaat natuurlijk alleen maar aandacht zijn voor mogelijk laatste wedstrijd van Barneveld. Laatste WK van Barneveld. Ja, ga daar maar mee om. Sluit het maar af. En Van Barneveld zelf, ik verwacht dat we een goede Van Barneveld gaan zien. En als een Van Barneveld goed is, ja, dan is het natuurlijk ook gewoon een van de beste darters ter wereld. En de Zwaan moet het nog maar laten zien op een WK. Ik denk dat de Zwaan, je zegt dat de Zwaan zenuwachtig is. Ik denk dat de Zwaan gewoon weer voor de camera gaat staan. Ja, dat is toch lekker dat het me valt maar mijn kant op. Ik denk dat de Zwaan helemaal niet zo bezig is met die wedstrijd. Ik denk dat hij alleen bezig is met ik moet deze winnen. Want het gaat hier om mijn WK. En dat hij niet zozeer bezig is van, het is Remo's laatste. En nee, want de Zwaan moet hier zelf gaan knallen. En die heeft niks te maken met een Remo van Barneveld. En misschien mag meneer 5 keer wereldkampioen zijn. Maar Jeffrey moet gewoon winnen die wedstrijd. Ja, zo zal hij ook zeker denken. Maar ja, ik bedoel ook niet te zeggen dat dat dan de hoofdgedachte is die bij de Zwaan zal leven. Dat het Van Barnevelds laatste WK is. Maar het zit toch om die wedstrijd heen. En er zal aandacht voor zijn. En er gaat media opduiken. En je moet er maar mee om kunnen gaan. Ze hebben natuurlijk ook een verleden samen. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk toch eigenlijk dat Van Barneveld het gewoon gaat doen. Van Barneveld altijd goed op WK's. Ook altijd goed tegen Nederlanders. Ja, als je dat een beetje combineert, dan dan zie ik toch Van Barneveld in de derde ronde. Goed, dan zijn we dus nu op het eind van de derde blok. Dan is eigenlijk de eerste vraag, hoeveel gaat Raymond van Barneveld komen? Ja, ik zie eigenlijk al een hele route uitgestippeld. Want we hadden net over Van der Voort tegen Chisnall. Ja, ik heb over Barry een hoop gezegd, maar ik denk dat Van der Voort toch door gaat komen. Ik zie het zomaar gebeuren dat Van der Voort dan ook Chisnall pakt. Ja, en dan hebben we een route voor Van Barneveld, die eerst over de Zwaan gaat en dan tegen Van der Voort. Die in de nooit verloren heeft. Dan staat hij zomaar in die vierde ronde, waar die Peter Wright treft. Zo vul ik hem in. Ja, en dan zie ik hem ook nog wel van Peter Wright winnen. Maar ja, en dan komt hij tegen Rob Cross. En daar heeft hij nog nooit van gewonnen. Ja, één keer op een demo. Maar ja, dat telt niet. Al dus Remo zelf. Nee, dat telt zeker niet. En ik vul inderdaad van het bovenste helftje uit deze kwart ook Rob Cross in. Ik gun het Noppert en wat hij mee naar verschrikkelijk. Maar ik denk een goede Rob Cross op dit WK te gaan zien. En dan vul ik inderdaad de kwartfinale van Barneveld tegen Cross in. En gaan wij dan hier nu zeggen dat het sneuvelt in de kwartfinale van Remo van Barneveld? Ik denk het wel. Hoewel mijn hart zegt van niet, gaat mijn verstand ook vanuit. Ik denk dat het maximaal haalbaar een kwartfinale is. Maar ja, Remo zal Remo niet zijn om het wel te flikken op het WK. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik sluit het zeker niet uit. Dan gaan we naar het onderste deel. Aangezien wij beide vierde rondes wel redelijk hebben opgenoemd zo. Dan gaan we de één na traagste speler, of misschien wel de traagste speler zien. Justin Pipe tegen Benjamin Pratanemer. Jij presteert op je, geoefend op je Sloveense uitspraak, begrijp ik. Ik heb een maandje Slowakije gezeten, speciaal voor deze uitspraak. In Slowakije? Nou, dan zat je verkeerd. Hij komt uit Slovenië. Zit vlak in de buurt. Ja, ook Oost-Europa. Maar goed, inderdaad, Pipe tegen Pratnemer. Misschien niet het meest aansprekende affiche van alle eerste rondepartijen. Pipe natuurlijk na het KUG-incidentje heel moeilijk gehad.
Maar krabbelt weer een beetje op. Komt weer een beetje op de weg terug. Leek ook uit de top 64 te vallen en zijn tourkaart te verliezen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat hij op dat randje stond, ja, is hij weer gaan winnen. En is nu eigenlijk al wel weer wel zeker. Mag het opnemen tegen Pratnemer. En die kennen we al, Mike. Ja, want volgens mij heb jij, ik weet niet zeker of het in de podcast met de Zwaan was, maar daar ben jij toen op teruggekomen. Wat deed hij ook alweer? Ja, hij in het Hongaarse weekend vorig jaar had hij 2 keer een rekenfoutje. En dat is op zich al bijzonder dat je 2 keer in hetzelfde weekend een rekenfout hebt. Maar hij won ook nog eens een keer toernooien dat weekend. En hij had een rekenfoutje waardoor hij dacht dat hij de wedstrijd gewonnen had. 2 keer in hetzelfde weekend. Maar dat was dus helemaal niet zo. De ene keer gooide hij zich dood en de andere keer liet hij geloof ik 2 overstaan. Maar goed, uiteindelijk wist hij het toernooi dus alsnog wel te winnen. Dus hij liet zich er ook niet van door de wijs brengen. Maar goed, zoek het maar eens op YouTube. Op zich wel grappig om dat te zien. Maar goed, hij is natuurlijk een beetje bekend geworden van dat rekenfoutje. Maar ook wel van de winst dat weekend. Ja, BDO-speler heeft de Oost-Europese kwalificatietoernooi bij de PDC gewonnen. Dus mag nu ook op dit WK deelnemen. Treft Justin Pipe, die op de weg terug is. Ik denk dat Pipe een gemakkelijke eerste ronde gaat hebben. Ik denk dat Pipe ook een eerste ronde heeft. Wie geen makkelijke eerste ronde heeft, dat is José de Souza. Want die gaat spelen tegen een andere verrassing dit jaar, Damon Hetta. Nou vond ik Hetta wel tegenvallen in Amsterdam. Ja, er is waar tegen. Ja, het was absoluut niet dezelfde Hetta als die we in Australië hebben gezien. Ja, ergens ben ik er ook een beetje bang voor dat dat zometeen op het WK ook gaat gebeuren. Maar goed, wie weet ook niet. We zullen het meemaken. Maar treft in die Portugees de Souza echt een hele goede speler. Nieuw gezicht op de Tour dit jaar. Maar heeft al zoveel goede dingen laten zien. Zo goed gegooid. Players Championship ook gewonnen. Ja, ik denk dat die gewoon een maatje groter is dan Hetta. Zelfs als Hetta goed is. Dat denk ik ook, ja. En dan gaat die speler tegen Glenn Durant. De Freetime BDO World Champion. Ja, het is een beetje oneerlijk verdeeld in dit stuk van de loting. Want dat zijn inderdaad 3 namen die kleur hebben gegeven aan dit seizoen. En ja, die treffen dan allemaal elkaar. Kan er maar eentje doorgaan naar de derde ronde. De Souza tegen Glenn Durant op een WK. Ja, ik denk toch dat Durant dan wel meer WK-ervaring heeft. 3 keer BDO-wereldkampioen. Ook meer TV-ervaring bij de PDC heeft opgedaan dit jaar. Ik denk toch dat Durant net nog wel een maatje groter is. Maar tegen een hoop andere geplaatste spelers had ik de Souza favoriet gemaakt. Dat weet ik wel zeker. Dan gaan we denk ik naar de gevaarlijkste partij in de eerste ronde. Vooral voor de rest van zijn carrière. Dat is Ted Evans tegen Fallon Sherrock. Ja, het zal je gebeuren, hè. Ik denk dat geen enkele dartspeler nou echt heel gelukkig is van een vrouwelijke tegenstander de eerste ronde. Tuurlijk, qua niveau moet je zeggen, misschien wel een makkelijke loting. Maar je mag gewoon niet verliezen, hè. Nee, je mag absoluut niet verliezen. Dat zag je vorig jaar al van Jan Dekker. En dat is toch wel echt lastig, zo'n dame. Nou is natuurlijk die andere dame, Mira Suzuki, die heeft ook zo'n wedstrijd waar ze echt wel kans heeft. Ja, gaan de dames het volhouden? Meer dan 1 set. Ja, dat is natuurlijk ook wel de vraag. Hè. Hoe gaan die zelf trouwens inderdaad dat podium opstaan? Gaan die hun beste spel laten zien? Of zijn die toch ook onder de indruk? Zijn niet gewend voor zo'n grote volle zaal te spelen? Maar die Sherrock, ja, als die haar eigen niveau weet te halen, dan is dat ook gewoon echt wel in de 90 gemiddeld. Ja, en dan moet je als Evans gewoon voor de dag komen. Anders dan kun je gewoon verliezen natuurlijk. Maar ja, hoe je het went of keert, en er zal geen dartspeler zijn die je toegeeft, maar je reageert toch anders tegen een vrouwelijke tegenstander. Tenminste, dat is wat ik tot nu toe gezien heb op de Grand Slam en ook vorig jaar op het WK. Je bent toch een beetje een gentleman. Je gaat minder uitbundig juichen. Je gaat hem niet in de face even lekker op het podium geven aan je tegenstander. Ja, dat doe je bij een vrouw toch wat minder snel. Het speelt toch een rolletje, denk ik. Over gentle gesproken. De winnaar daarvan gaat spelen tegen de gentle. Net als Sojovic. Wat een bruggetje, Mike. Ja, inderdaad, Mensen Sujovic. Wat vind jij van het jaar van Mensen Sujovic, Mike? Waardeloos. Ik denk ook dat hij niet het beste jaar heeft gehad. Misschien een beetje te druk heeft gehad. Premier League, toch best wel belasting op zijn schema gelegd. Maar ik zie hem wel winnen van Evans of Sherrick. Mensen Sujovic, die gaat hij zeker zelf op terugkomen in Koffie Met. Die wordt uitgezonden in de sessie vol Mensen Sujovic speelt.
te zien op het YouTube-kanaal van Dutch Actueel. En dan gaat hij ook terugkomen op zijn slechte seizoen. En over nervositeit op het podium. Dus ik zal zeggen, stay tuned. Met Sujovic kan in de derde ronde eventueel Chris Doby treffen. Maar ook Ron Meulenkamp. Ja, laten we hopen op dat laatste. Moet Meulenkamp natuurlijk wel inderdaad niet alleen met Doby afrekenen. Maar ook nog in de eerste ronde met Nieuw-Zeelander Ben Rob. Nou zie ik dat wel goed komen. Dat moet Meulenkamp wel lukken. Maar daarna Doby. Ja, Meulenkamp, Doby. Ook weer zo'n partij waarvan je echt niet kan zeggen wie dat gaat winnen. Tenminste, dat is mijn visie erop. Ja, ik denk dat Doby deze makkelijk wint. Want ik heb Ron Meulenkamp zien spelen op de Player Championship Finals. En dat was niet al te best. Nee, Meulenkamp, daar geldt in mijn ogen een beetje hetzelfde voor als wat voor Noppert geldt. Bedoel, als het valt, dan valt het. En dan is het ook, net als bij Noppert, de ene 180er na de andere 180er. Maar als het niet loopt, dan loopt het ook gelijk niet. En dan wordt het soms ook een hele partij helemaal niks meer. En dan lijkt het helemaal niks te zijn. Nou, daar had Meulenkamp een beetje last van tijdens de Players Championship Finals. Maar al met al, over het hele jaar genomen, is het gewoon echt ontzettend goed geweest wat Meulenkamp heeft laten zien. Ja, ik denk dat Doby's jaar inderdaad nog wel net even wat beter was. Ook op tv natuurlijk, op de Grand Slam mooie dingen laten zien, goede resultaten gehaald. Dus Doby is wel de favoriet. Ik geef Meulenkamp wel een klein kansje. Maar mocht Doby doorkomen, dan geef ik hem tegen Sujovic ook wel kans. Dus het kan een mooi WK voor Doby worden. Dan gaan we naar het onderste deel van de vierde kwart. En daar zit eigenlijk, ik vind het totaal heel leuke dartspeler. William O'Connor, die gaat spelen tegen Marco Cantele. Hoezo vind jij O'Connor geen leuke dartspeler? Hij heeft vorig jaar op het EK, het EK werd toen georganiseerd in Duitsland, speelde hij in de eerste ronde tegen Max Hopp. Waar hij enorm ruzie ging zoeken met het publiek. De scheidsrechter aan te pas moest komen om O'Connor te kalmeren. Heeft voor mij nog gemeengedaan tegen Max Hopp. Gaf Max Hopp ook nog de schuld. Daar heeft hij geen punten mee gescoord. Nee, het is sowieso wel iemand die het thuispubliek wel vaker tegen zich heeft gehad. Het ook in Nederland natuurlijk wel eens gehad. Gerwa uitgeschakeld op de Dutch Dart Masters. Ik zal niet zeggen dat hij dat opzoekt en dat hij dat graag wil. Maar dat kleeft inderdaad wel een beetje aan hem. Aan de andere kant is O'Connor wel gewoon een steengoede darter. Ook echt wel iemand die aan het klimmen is op de ranking. En eigenlijk een beetje op de poort van de top 32 staat. Cantele. Via de Scandinavische Tour zich geplaatst. Oude Finn, oude rot. Kan ook best aardig darten natuurlijk. Maar ik denk dat O'Connor wel een maatje te groot is. En dat we O'Connor tegen Price gaan zien. En dat kan dan wel weer leuk worden. Ik denk dat we Mario Cantele tegen Price gaan zien. Ik denk dat dat de verrassing van het WK wordt. En ik denk dat Price hem dan naar huis veegt. Price kan mogelijk Big Hendo treffen in de derde ronde. Want die gaat het opnemen tegen of James Richardson of Miro Suzuki. En ik denk dat Miro Suzuki echt wel kans heeft tegen James Richardson. Ja, zeker. Die heeft echt wel de loting. Kijk, als internationale qualifier, wat ook Suzuki natuurlijk is, via het dameskwalificatietoernooi. Tref je altijd iemand van de Pro Tour in de eerste ronde. Ja, en als je dan James Richardson treft, dan tref je wel degene waar je het meeste kans tegen hebt, denk ik. Ja, dat is ook zo iemand. Ik vraag me af in hoeverre Richardson gewend is om tegen vrouwen te spelen. Suzuki natuurlijk vorig jaar wereldkampioen bij de vrouwen geworden bij de BDO. Kan echt heel goed darten. Is WK's gewend. Ik ga daar ook wel voor zitten. Ja, ben benieuwd. Ja, ik ga er ook zeker voor zitten. De winnaar speelt echt John Henderson. En ik denk dat John Henderson wel tegen Gary Price zal gaan spelen. Dan gaan we naar de laatste twee eerste ronde wedstrijden. Dat is Huey Bird tegen Manis Rasma. Ik denk dat dat toch wel een hele spannende pot kan worden. Ik denk voor de neutrale toeschouwer wat saai. Maar ik denk voor de echte volgers, dus de liefhebbers van Dan Dawson, denk ik dat dit echt een leuke pot zal zijn. Ja, zeker. Ja, ik ga ervan uit dat degene die deze podcast luisteren daar wel geïnteresseerd in zijn. Niet alleen maar de grote namen willen zien. Nou, als je de grote namen al vaak zat op tv ziet, dan zijn dit juist leuke nieuwe namen. Harry Ward, Manis Rasma. Nou, hebben allebei best wel een goed jaar gehad. Ward zelfs een Players Championship gewonnen. Uiteraard was dat best wel heel erg verrassend. Maar goed, hij wint hem wel. Rasma heeft zowel de Scandinavische Tour gegooid als de Main Tour. Heeft ook een tourcard. En heeft het er ook best aardig gedaan. Ik denk dat het best wel 50-50 is. Beide mannen heel erg aan elkaar gewaagd.
Ik vind het altijd wel leuk om een beetje internationaal deelnemersveld te zien. Ik ga Rasma ook dan invullen in de tweede ronde. Maar wie van de twee het ook gaat zijn, Harry Ward of Maris Rasma, ik denk dat ze beide tegen Whitlock niet kansloos zijn. Ik denk dat ze beide tegen Whitlock zeker wel kansloos zijn, want ik heb een demo gezien tegen Van Barneveld afgelopen weekend, waar beide heren 106 gemiddeld gooien, ruim. Ik denk dat Whitlock echt dit WK ziet als alles of niks. En ik denk dat het ook wel alles gaat worden voor Simon Whitlock. Want ik zie Simon Whitlock zeker de vierde ronde halen. Nou ja, dat laatste, daar zie ik wel iets in. Want het is wel, het is echt het laatste hoekje van de loting waar Whitlock zit. En waar nou ja, het laatste stukje wat we nu gaan behandelen. Waar Mervyn King de geplaatste speler is. En die treft dan de winnaar van Ross Smith of de Ier, Kieran Tiehen. Ik denk dat het Ross Smith gaat worden, uiteraard. Het zijn niet de meest aansprekende namen. En het zijn ook niet de twee geplaatste spelers die het beste jaar hebben gehad. Dus ja, vul maar in wie er door gaat komen. Vind jij King geen goed jaar hebben gehad? Nou ja, wisselend. Hij heeft natuurlijk wel ook wel goede dingen laten zien. Maar over het algemeen genomen, King heeft natuurlijk een hele tijd in de top 16 ook van de Pro Tour gestaan. Maar is daar ook uitgevallen. Niet meer gegarandeerd geplaatst voor Eurotour toernooien. Ja, toch net een stapje minder als de jaren ervoor. Ik zag King puffen en zuchten. Ik denk dat King het niet lang gaat volhouden. En ik denk dat we Simon Whitlock in de vierde ronde zien. Nou, ik ga in dit hoekje lekker voor een verrassing. En dan ja, ga ik tussen twee geplaatste spelers niet meenemen naar de derde ronde. Vraag is wie dan wel. Ik denk dat het Ross Smith gaat zijn die we als verrassende naam in de vierde ronde gaan zien. Nou, dan hebben wij de volledige podcast erop zitten. Dan wil ik alleen nog één ding aan jou vragen. De grootste verrassing van dit WK, één naam. Poeh. Ja, dan is de vraag, wat is een verrassing? Hè? Een geplaatste speler noem ik dan dus eventjes niet. Ik bedoel, de eerste 32 van de wereld, dat zijn niet de verrassingen. Dus dan ga ik voor iemand anders. Moet je ook een beetje kijken in wat voor stukje van de loting je zit. Want ik zou bijvoorbeeld een de Sousa voor de loting echt heel veel kans geven. Maar die zie ik bijvoorbeeld dan niet voorbij Durant komen. De vraag is wie dan wel? Ja, dan denk ik toch dat het iemand als Asada gaat zijn. Of misschien wel zoals Ross Smith, wat ik net als laatste zei. Ik ga toch voor een verrassing die misschien niet helemaal voor de hand ligt. Aangezien het niet het toernooi van James Wade is altijd. Ga ik voor Steve Beaton. Die zie ik zomaar wel een kwartfinale halen. Nou, dat zou ik inderdaad best verrassend vinden. Zo. Ja. Wie weet. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Ik wil Erik bedanken. Hou vooral ons social media in de gaten. Ons YouTube kanaal. Twitter, Instagram, Facebook. De site vooral. Er komen toffe dingen aan. Redacteurs die wedstrijden gaan voorspellen. Koffie met komt eraan en natuurlijk de wedstrijd verslagen. Er komt een podcast tijdens het WK. Als het goed is, twee zelfs. We zien jullie weer naar de derde ronde. Ik wil Erik heel erg bedanken voor deze podcast. Jij ook, Mike. En dan zien we jullie na de derde ronde.